Ja, je kon erop wachten. Ja. En nu is het dan zover. Hebben jullie dat meegekregen? Ja. Onze klimaatkneuzen, weet je wel, van die rebellion, ja. Die gingen weer naar IJmuiden. Zouden ze zich weer gaan vastplakken aan die sluisdeuren? Hè? Om die cruiseboten tegen te houden. En nu, ja, weet je wat het is met Nederlanders? Nederlanders die laten dat soort dingen, zoals ook met die A10 en die A12, die laten dat meestal maar gelaten gebeuren. Die zijn niet zo fanatiek om dan eventjes even terug te slaan of daar iets aan te doen. Nee. Nederlanders die halen dan hun schouders op. Totdat die emmer echt helemaal overloopt. En dat gebeurde. Dat weten we nog in Ter Apel. Daar hebben ze ook een tijd staan toekijken. Wat een puinhoop het daar werd. En de politie te weinig deed. En toen hebben ze het recht eigenlijk een beetje in eigen hand genomen. Met de burgerwacht. En iedereen... Ja, die vond daar wat van. Ja, kan niet, eigen richting. En dan moet je aan de politie overlaten. Maar ja, als de politie te weinig doet. En dat hebben we nu ook weer gezien daar met die klimaatkneuzen. De politie doet dan te weinig. Ja, die laten het maar gaan. In Den Haag, in Amsterdam en nu in IJmuiden. Ja, ga maar weer op die sluisdeuren zitten. En... wat zien we nu? De mensen in IJmuiden, buik helemaal van vol. Ja, die in IJmuiden, ja, petje af, ja, goed hoor. Die hebben gezegd, nee, maar dat gaat niet meer gebeuren. Dus die zijn al met een mannetje of 20 bij die sluizen gaan staan. En die hebben het voorkomen. Zijn nog geen klappen gevallen, dat niet. Het ging dus niet door. En de klimaatkneus, die kon onverrichter, hup, terug naar huis. Ja, ga daar maar de boel vervelen. Nou ja, dit is gewoon de toekomst, denk ik. Als de politie te weinig doet, dan krijgen we toch een soort van eigen richting. Ja, er zijn nu nog geen klappen gevallen, hè? Nee. Maar, hey, de klimaatkneuzen zijn gewaarschuwd.